Mooie organisatie hier. Maak je nogal druk voor de Nieuwsraad. Hoe dat zo? Ja, ik doe mijn best. Ik bedoel, als degene die in de ondernemersvereniging zit, vind ik dat je dat hoort te doen, zeg maar. Ik bedoel, het is onze straat. Daar moet je een goed positief imago aan geven, denk ik. Dus ja, ik vind het noodzakelijk dat we ons daarvoor inzetten. Nou, kleedjesmarkt. Ik dacht eerst dat er alleen maar kleedjes werden verkocht, maar ik zie er veel meer. Nee, het is een beetje een combinatie. Er zijn een paar maakkramen, een paar mensen wat nieuwe dingen. Maar voornamelijk zijn het gewoon dus een rommelmarkt. Maar ja, dan op de kleedjes, dus het is buiten. Dus een kleedjesmarkt vonden we wat leuker klinken. Maar ja, goed, dit is hem, hè. Dus het is lekker druk. Er staan praktisch 60 kramen in totaal. Dus ja, is leuk. 60 plekken. Dat is het vol. Wat is het volgende evenement? Dat zou dan voor nu de braderie in september worden. 13 en 14 september is dat. Dat is dan in de hele straat. Dus dan is het echt van begin tot eind van de straat. Markkramen en oldtimers en muziek, dans, nou, noem maar op. Dat is tegen die tijd. En dan gaan we daarna weer richting de kerstmarkt. En daar hou ik erbij, hoor. Dan vind ik het goed. Oké, dankjewel.